Het commissariaat van Nikeri heeft een openstaande telefoonrekening van 175.000 Surinaamse dollars overgenomen van de vorige regering, zegt districtscommissaris Senrita Gobardan tegenover onze nieuwsdienst. Het financieel verslag van het commissariaat is donderdag gepresenteerd aan de burgermoeder. Ze is enorm geschrokken van de rekening. Dat hebben we pas vandaag ontdekt, toen we bezig waren met een geldzaken. En ik schrok me natuurlijk dood van 175.000 aan openstaande rekeningen. En je schrikt even gewoon van hoe kan dat? Ik zie bedragen vanaf 2004 en dan weer een tussendoor hier en daar, hè, tot 2020. 2015, 16, 17, zo een beetje door elkaar heen. Gobardan is blij dat Telesur de aansluiting niet heeft afgesloten. Ze is reeds in contact met het hoofdkantoor voor een oplossing. Want geld om de rekening te betalen is er niet. Het commissariaat stuitte op meerdere rekeningen. Aantal rekeningen moeten betaald worden. Het gebouw moet nog overgedragen worden. De aannemer moet nog betaald worden. Hij is vandaag nog bij me geweest van met een deurwaarder, een explo. Niet voor het gebouw, maar dat mensen hem nu bedreigen omdat zij ook hun gelden willen hebben. Dus een aantal zaken die gedaan moeten worden en die zijn gewoon gelaten voor ons, voor de regering. En nu moeten we een meter passen, toveren, kan niet, wat vaak genoeg gezegd wordt. Maar het is gewoon kijken hoe je dat aanpakt. Hoeveel moet de aannemer nog uitbetaald krijgen? Is een heleboel geld hoor. Ja, dat is een heleboel geld welke die meneer moet krijgen. Kunt u een indicatie geven? Nee, op dit moment niet. Nee. Want hij moet een aantal rekeningen nog presenteren. Een aantal liggen reeds in Paramaribo, maar het is wel heel veel geld wat hij nog moet ontvangen. Okay. En wie zou dit gebouw moeten overdragen? Een OW. Okay. OW aan een ROS. Districtscommissaris van Nikeri, Senrita Gobardan, tegenover onze nieuwsdienst. Net zoals alle andere commissariaten heeft ook zij een overtollig personeelsbestand aangetroffen. Het commissariaat telt nu ruim 600 personen.